Gertie Bijkerk, wat ging er door je heen toen je hoorde dat jij de Krikka-prijs hebt gewonnen? Ja, een soort ontroering. Dat is toch wel heel bijzonder. Want ja, iedereen die hier komt, die denkt, stel je voor dat ik het win. En dat heb ik ook gehad natuurlijk. Maar ja, als je daar rondloopt, dan denk je, jongens. Dat wordt moeilijk, want er zijn zoveel bijzondere werken. En ik vind het mooi dat de natuur het gewonnen heeft. Er is een schilder in Friesland die schildert rietkragen. En die heeft mij op het spoor van riet gezet. Het riet heeft ook nog pluimen. En als je dan die pluimen in de verschillende jaargetijden gaat bekijken, zie je dat het elk jaargetijde een speciale kleur geeft. En dan ga je dat riet verzamelen. En dan heb je oud linnen, daar plak je het mee vast. En katoen om de onderlaag aan te brengen. En zo krijg je met natuurlijke materialen en het oud linnen, wat er nog veel is, dat gebruik je dan. Ja, en het is heel eenvoudig, maar het duurt altijd even. Ja, dat was natuurlijk een hele grote eer. De Herman heeft het in 2009 voor het eerst en het laatst gedaan. En ik vond het ontzettend leuk om dat nu opnieuw namens hem te mogen doen. En dat vuurtje toch altijd brandend blijft. Ik vind het heel bijzonder dat Almelo gewoon dat nu al 10 jaar doet. En als je ziet met een enthousiasme, dan is dat enorm stimulerend, denk ik. Dus ik was echt heel blij. En voor mij is het ook weer een heel leuk om iedereen weer terug te zien. Sibu Heijnen en de Marja Elsmaberg. En de mensen die je zo langzamerhand toch wel kent. Eigenlijk gaat die draad gewoon door. Dus het is heel erg leuk. Ik was heel erg vereerd. Ik vind het heel leuk dat ik het heb mogen doen.